En hier aan tafel John Krombe SPA-voorzitter, en Hendrik Bogaert, Kamerlid voor CD&V. U volgt de begroting van nabij ook. Ik begin met u, meneer Bogaert. Ja, we horen hier de professor zeggen het zat zo goed en het momentum is absoluut voorbij. Daar hebt u altijd voor gewaarschuwd, hè? Ja, helaas zijn die donkere voorspellingen volledig uitgekomen. De regering is gestart maar rond de 10 miljard tekort. En eindigt nu met acht. Ja, een dikke buis voor, de, voor deze regering in zijn unieke samenstelling. Ja, maar u kan het alleen vaststellen. Wel, uh, we kunnen het aanklagen. We hebben het vanaf de zomer 2015 duidelijk gezegd: van dit gaat uh, ontsporen. We willen niet in een paarse coalitie zitten. Mm -hmm. uh, we willen in een centrum coalitie zitten. En het is toch een beetje paars, uh, paars geworden op een of andere manier. Paars geworden. Meneer Krombe, tegelijkertijd hè, dat bericht stond uh, vanmorgen in de tijd gebaseerd op die cijfers van het planbureau. Maar het veroorzaakte amper een rimpeling. Ja, dat is nieuw hè. Maar dat is wel erg, want het, het, het echte probleem is eigenlijk dat mensen zeggen van we hebben ingeleverd, hè, er zijn pensioenen naar beneden, prijzen zijn omhoog, elektriciteit, water, onderwijs. Dat gaat op zich over veel geld, maar dat tekort neemt toe, dus waar is dat geld naartoe? En dus het, het zou veel meer aandacht moeten krijgen, want dat is toch de essentie van uw maatschappij. Je ziet dat er in dat, in dat probleem 14.000 gehandicapten hun centen niet krijgen. Je ziet dat er steeds meer mensen in armoede zijn op het <kijkt> einde van de maand, maar het tekort wordt groter, dus dat is het echte probleem. Ja, meneer uh, Bogaert, dit ja. uh, is kritiek die u eigenlijk moet pareren. Het lijkt wel alsof u hier met uh, twee mensen van de oppositie zitten. Goed. Wat zegt u namens de meerderheid op wat hier nu gebeurt? Behalve, ik heb hiervoor gewaarschuwd. Wel, we gaan een, een deficit-begroting met een, met een one-liner. Mm. Dus daar zijn een aantal maatregelen uh, voor nodig. Ik denk dat vooral op de arbeidsmarkt, uh, wat er gebeurd is, is dat we hebben de prijs van arbeid goedkoper gemaakt met de taxshift. Maar er is niet voldoende aanbod. En daar is men drie, vier jaar te laat in de, in de match gekomen. Dat is nu met de arbeidsdeal wel het geval, schoorvoetend. Maar eigenlijk had men van in het begin moeten zeggen: Kijk, we gaan de werklozen elke maand opvolgen. We gaan proberen meer mensen naar de arbeidsmarkt te brengen. En dit gaat zorgen dat de, dat de groei, die nu wat aan het aftoppen is, dat die toch gesputterd heeft. Wat uiteindelijk ja. een van de oorzaken is van het begrotingstekort zoals we het nu kennen. Dus als economist ja. moet ik zeggen: van, men heeft eigenlijk wel de, de verkeerde kant van de van Ja, de, van de ook, ook dat is geen ja. nieuwe analyse, hè? toch? Dat is geen horen. nieuwe analyse, maar het is als, op de lange termijn is dat altijd een belangrijke discussie, wat meneer Bohart aanhaalt. Op de korte termijn is er iets veel ergers aan de hand. Dat is dat op financiën uh, miljarden tekort zijn die altijd maar weer worden ingeschreven. Er is alleen al op de vernootschapsbelasting, en dat staat in alle rapporten, bijna 3 miljard, die altijd maar opnieuw wordt meegerekend door minister Van Overtveld, maar die er gewoon niet zijn, die zijn weg. En eigenlijk is dat schrijnend, omdat zal hier eigenlijk een schrijnend ca test volgend jaar in mei zijn het verkiezingen. Ja? En op die moment ligt die 8 miljard daar. En meneer Van Overtveld en de n blijft maar zeggen, ja, maar dat is niet waar, dat tekort. En het blijkt Meneer Bogaert, dit gaat over uw coalitiepartner. Ja. Bevestigt u dit volkomen dan? Well... Um, ik ja, natuurlijk heb zelf ik ontgoog... de wel, ja, ik natuurlijk zelf ontgoocheld. Ja, zegt u dan. Ik ben natuurlijk ontgoocheld omdat deze regering is gekomen en heeft gezegd: we gaan geen staatservorming doen. We gaan de puntjes op de IZ sociaal-economisch. We gaan de begroting volledig in evenwicht brengen. Dus er is een soort contractbreuk toch wel met het regeerakkoord, mm -hmm. waarin men gezegd heeft: evenwicht. En, en ruil daarvoor geen staatservorming. Dus u en, zegt eigenlijk: van heel dus die, die belofte, twee... u bevestigt dat, is totaal niet. Wel, ik uh, in ik huis zeg al gekomen, jaren: uh, dit is een mislukking. Ik zeg al jaren uh, hetzelfde erover. Sinds de zomer van 2015 hebben we alarm geslaan van dit gaat scheeflopen. Ja, maar uw partij heeft dan, niet altijd graag, dat u dat te luid zegt. Hè? Wel, ik denk dat er een soort uh, coalition is van de unwilling uh, in de regering op vlak van begroting. Ik heb ooit over Club Met iets gezegd, ik ga dat vandaag uh, niet doen. Maar het is duidelijk dat in Franstalig België dat daar ja, niet zo'n ambitie is om die begroting uh, dat gaat te dichten. Men volgt daar andere filosofen. Wij volgen meer uh, Edmund Burke, of in principe wel, die zegt van ja, we moeten we hebben niet alleen een sociaal contract met de mensen die nu leven, maar ook met de mensen die achter ons uh, gekomen okay. zijn en, en de toekomst. En dus we moeten die toekomst gaan voorbereiden. En dus in die context ja, kan je niet anders zeggen dan uh, dit is niet goed. Meneer Krombee, ik wil u nog iets anders voorleggen dat we, professor Moesen ook hier hoorden zeggen. Ja, het komt er eigenlijk op neer: die cijfers van het Planbureau die staan als een huidige. Daar had iets mee moeten gebeuren, maar dat is helaas niet gebeurd. Er is wel een discussie geweest. Ik leg het eigenlijk aan u beiden voor over waar de cijfers precies voor staan. Ja, maar die discussie is deze zomer volledig misgelopen. Want die, die cijfers van het planbureau die, die zijn inderdaad stevig. Die, die zijn ook in lijn met wat Europa aan cijfers geeft. Die parameters zijn hetzelfde. Maar deze zomer zegt de regering: er ligt een rapport. toe was het monitoringcomité, dat zijn ook ambtenaren, zoals het planbureau. En dan heeft de regering eigenlijk die mensen van het monitoringcomité zwart gemaakt. Die, die waren de waarheid aan het zeggen. We hebben toen op basis van het rapport van het monitoringcomité, 24 juli, hebben we gezegd: er is 5 miljard meer tekort dan de, dat de regering zegt. Mm. Die mensen hebben gelijk, die ambtenaren. Maar, maar ja. de vicepremiers zijn van alle partijen, hè. niet de Franstaligen zijn, misschien moeten we het monitoringcomité afschaffen. Dus als mm. de huidige remedie richting verkiezingen, de mensen die de berekeningen maken en de waarheid zeggen. Ja, die moeten Ja, meneer Bogaert, dat klopt inderdaad. Ook uh, minister Peters heeft het daarover gehad. Eigenlijk, ja, die ambtenaren, hun werk <coughs> desavoueren. Daarvan zegt meneer moesten duidelijk, ja, de cijfers uh, komen overeen. Ja. De, de experten moeten gevolgd worden. De, men mag niet technisch terugdraaien wat, uh, wat de situatie is. De waarheid komt toch boven. Het is een soort waterbed. Men duwt erop, ook vandaag. Het komt dan uh, wat verder terug naar boven. En dus dat is geen, uh, geen oplossing. Dus we moeten dit uh, met alle partijen proberen recht te trekken. Het zal nu meer, niet meer mogelijk zijn voor de verkiezing. Nee. Maar ik heb altijd gezegd, neem twee jaar en probeer het alsnog uh, op te lossen om tot dat uh, historisch evenwicht uh, terug te komen. Want de rente die begint uh, ja, terug te, te stijgen. Er zijn ja, want die rente bijvoorbeeld bijvoorbeeld dat ja. kan een enorm probleem opleveren dat kan ja. oplopen tot ja, 11 miljard ja, dus die rente is gedaald. Dat is een we hebben langlopende, langlopende leningen. En die, door die rentedaling blijft dat lang nazinderen, dat uh, voordeel. Mm. Maar op een bepaald moment draait die curve binnen, binnen twee jaar en dan gaat dat bergop. Ja. En dan Houdt dat... u daar rekening mee dat dat effectief zal gebeuren? Ik, ik heb altijd gezegd, je moet het tak herstellen als, het, uh, als de zon schijnt en niet als het regent. Maar helaas zullen we het tak moeten herstellen als, de, ja, als het, als het, het uh, begint uh, te drukken. We hebben het over die rentelast, uh, meneer Crombé. Als we wat meer vooruitkijken naar de komende periode, waar we dat dak hadden moeten hersteld hebben, wat zijn de gevolgen van deze situatie als dat gat moet gevuld worden? Dat betekent besparingen en dat heeft grote gevolgen op lange termijn. Ja, kan u dat concreet maken? Waar vreest u? Eigenlijk voor? heel concreet op drie aspecten. Dus dat er zal moeten bespaard worden, absoluut. Ik zal direct een aantal voorbeelden geven. Maar eerst de er is eigenlijk meer uitgegeven dan dat er is en toch wordt de economie altijd maar slechter. We hebben de voorlaatste economie. Er is maar één land slechter in Europa van de dertig en dat wordt ook voor de komende jaren voorspeld. Dus normaal, als je te veel uitgeeft, zou je economie sneller moeten groeien. Dat is hier niet gebeurd. Dat is belangrijk voor de komende jaren. Tweede is, een begroting dient voor een maatschappij. En dus de vraag van wat kan je doen in de komende jaren? Klimaat. Openbare uh, investeringen, files tegenwerken, we mm -hmm. komen van de kust, is een ramp. Mm -hmm. Maar ook vooruitzicht geven op pensioenen. Een minimumpensioen van 1500 euro kunnen we dat debat aangaan. Maar wat zij achterlaten, meer dan 8 miljard tekort, en dat stijgt nog verder, niets. En dus moet je eens dus durven zeggen: van we gaan fiscaal en sociaal de, de uitzonderingen eens drastisch schrappen, het eerlijker maken dan multinationals. Uh, op een deftige manier mee betalen, dat de grootste vermogens okay. wel op een deftige manier mee betalen, zoals de CD&V ook vraagt. Okay. En met die duidelijkheid zorgen dat je zowel perspectief, hè, minimumpensioen 1500 euro, als een begroting die structureel is. Ja. ja, meneer Bogaert? Ja, ik hoor nu al uh, nieuwe klokken, hè. de pensioenen 1500 euro. Dat was de vraag. De, uh, 1500, okay. de ik zou het ook graag doen. Ik denk dat er een nieuw deal nodig is. Het is nu bewezen, nog eens vandaag, dat we geen sociaal-economisch model hebben dat robuust is om in goede en slechte tijden te draaien. We hebben dat helaas niet. Ook niet ondanks deze regering en deze samenstelling. Ja, dus want meer nog, nieuw... we hadden nu iets kunnen doen. We hadden maar iets kunnen doen. Het gebeurd, was bergaf enzovoort, manier. zoals professor Moese zegt. Alleen er moet nu een nieuwe deal komen waarbij we uh, meer gaan investeren uh, in onze economie. Terug een lange termijn perspectief uh, nemen. Uh, eens kijken hoe we die werklozen ja. maandelijks kunnen opvolgen. Ik begrijp niet dat minister Muiters daar zo lang mee wachten. We moeten die maandelijks opvolgen. Niet om een dop af te nemen, maar wel om die te coachen, om die te tonen waar ze kunnen mm. cursussen volgen. Goed. Die discussie tussen CDV en NVA ja. ja. kennen we. Ik wil toch nog eens terug naar, als ik kijk nu, ik zou als kijker naar dit debat kijken, naar die cijfers die worden opgeleist en wat de regering heeft beloofd, dan denk ik toch, wat staat mij en mijn kinderen te wachten? Ja. Weet uh, u het? Well, uh... Want dat gaat over pensioenen, over vergrijzing en de enorme kosten die dat met zich meebrengt. We moeten daar niet over panikeren. Dit, dit is op te lossen. Het is uh, natuurlijk 8 miljard. Het zijn veel briefjes van, van 100. Mm. Uh, maar dit is wel oplosbaar. Ik denk dat ja, de volgende hoe? regering. Maar dan wel... horen we bijvoorbeeld NVA zeggen dat ja, er zal enorm moet bespaard worden in de sociale zekerheid. Hoe? Dat wil niemand zeggen. Weet u het? Wel, ik geloof niet dat, dat je dit nu nog oplost via besparingen. Dit is gewoon te ver gekomen. Je dit is gaat, te erg. Ja, je gaat dit gewoon oplossen via de arbeidsmarkt, nogmaals, via uh, meer mensen die naar uh, de arbeidsmarkt komen. Een tweede hoofdstuk waar we moeten over hebben, is ja, wat er gebeurd is in de steden. Ik heb cijfers over de werkgelegenheidsgraad per gemeente en per stad. Die zijn hallucinant. Die zijn in de laatste tien jaar niet verbeterd in de, in de steden, mm -hmm. uh, in, in Vlaanderen en in België. Die zijn op het platteland wel gestegen, maar in die steden is daar gewoon niets gebeurd. Ja. Dus heel dat debat over diversiteit en al die uitlopers daarvan, dat moeten we dringend gaan bespreken. Want van, el, van welke ideologische kant dat je het ook bekijkt, die cijfers zijn zo dramatisch dat dat de begroting en dus de toekomst van onze kinderen fameus gaat bezwaren. En daar okay. moeten we eens met allemaal rond de tafel zitten om dat uh, te, gaan, uh, te gaan oplossen. Ja, maar Want het is het duidelijk... Is ja, dat uh, is, dat dat is een, een werk van lange adem, meneer Krombee. Ik leg het ook nog eens aan u voor. Als we die tering naar de nering zetten, dan is de vraag... Wat staat ons in de volgende regering te wachten, de federale hoe ze ook is samengesteld? Um, weet u wat, staat wat ons te wachten, die plannen Maar, maar aan... ook, ook, voor wie? Ja? ook voor wie? Weet want u dat wat is... die plannen zouden kunnen zijn als Bart de Wever zegt: we gaan het doen met de sociale zekerheid? Natuurlijk, ja, want, want de vraag voor wie, dat is de vraag die mij kwaad maakt. Want er is uh, een paar miljard gegaan naar de grote bedrijven. Er is een belastingverlaging gekomen voor de diamantairs. Maar de pensioenen zijn verlaagd en, en de elektriciteitsfactuur is drastisch omhoog en blijft stijgen. Dus het gaat echt om keuzes. Eigenlijk ben ik het daar eens. Dat is een economische dynamiek wat je over spreekt. Mm -hmm. En altijd maar zeggen: het is alsof, en sommigen zeggen dat ook, de NVA het wil uitroken. Hè. Op financiën is, is van over het veld dan zorgen dat de kas. Uh, een gat heeft waar je het einde niet meer van ziet. Ja. Om dan vervolgens te verklaren. Goed. We hadden hem hierover willen de horen, maar we ja, konden dat, hem dat niet. Dat durft bereiken. hij niet altijd. Mm -hmm. Maar ja. dan om te zeggen: er is een gat en we gaan de pensioenen nog meer verminderen. En we gaan de, de medicamenten duurder maken en de tussenkomsten bij de kinesisten duurder maken. Dat zijn de dingen waar dat het over gaat. Oké, okay. zegt de oppositie. Meneer Bogaert, ik geef u nog het laatste woord. Ja, het klopt. Via besparingen raken we daar niet meer. Helaas. Hè. Dat, dat, van, helaas via besparingen mm. gaat dat niet. Dus je moet de economie verruimen. Je moet de, de, de taart groter maken. En dat kan alleen via die, die begroting is enkel nog te redden, via de arbeidsmarkt, via het beter opvolgen van mensen. Okay. Zodanig dat die tot de dus arbeidsmarkt. kunnen Heel kort, meneer Kramber, want we, we moeten hebben, Heel kort, we hebben nog niks gezegd over de staatsschuld. Dus men is de hele tijd aan het emmeren over Belfius, terwijl BNP Paribas, we zitten daar in een Franse bank, dat gaat over een paar miljard. Die staatsschuld verbinderen, is bij uitstek de lange termijn maatregelen om op te werken. Ja, maar die schuld is natuurlijk de optelsom van alle deficiten. Het is niet met alle soorten activa te verkopen, dat je het deficit uh, mm -hmm. gaat uh, wegwerken. Dus in de eerste plaats moeten we zorgen dat we tot, uh, tot een evenwicht uh, komen. Ik denk dat dat kan. Uh, dat kan eigenlijk vrij eenvoudig, maar je moet het gewoon willen. Als je het natuurlijk niet wil en je stelt andere prioriteiten, dan, dan zal het nooit okay. gebeuren, helaas. Oké. Okay. Ik moet uh, u beiden toegeven dat ik niet vrolijker op ben geworden na dit gesprek. Het is duidelijk dat dit uh, een groot probleem wordt uh, nog op te volgen. Hendrik, Bogaert en John Crombe, dank jullie wel voor dankjewel. jullie komst.